In deze video ga ik je alles vertellen over Wendy's heerlijke omslagdoek. Hoi, ik ben Wendy en ik ben de auteur van deze haakboeken. En met mijn Keep It Simple haakmethode leer ik zowel beginnende als gevorderde haaksters om op een ontspannen manier de mooiste creaties te haken. Door het simpel te houden, houd je tijd over om te genieten. En zo heb je iedere dag een momentje voor jezelf. Voor ik jullie alles ga vertellen over het patroon Wendy's heerlijke omslagdoek, wil ik je even meenemen terug in de tijd. Want dit patroon is namelijk voor mij heel bijzonder. Het is namelijk mijn allereerste haakpatroon ooit. En daar zit een verhaal achter. En dat verhaal wil ik je graag kort even vertellen. In 2016 was ik nog werkzaam als coach in mijn eigen bedrijf. En ik wilde graag 's avonds iets creatiefs doen en workshops geven. Omdat ik al mijn hele leven haak, dacht ik ga haaklessen geven. Nou, om dat een beetje kracht bij te zetten, heb ik wat oude sjaals uit mijn kast gehaald, in de tuin gezet op een paspop en daar vervolgens foto's van gemaakt. Een van die sjaals was Wendy's heerlijke omslagdoek. En op die foto kreeg ik heel veel reacties. Of ik daar een patroon van had. Ja, dat had ik dus niet, want ik had nog nooit een patroon geschreven. Ik haakte heel veel, maar ik zoog alles uit deze duim. Omdat ik natuurlijk geen nee wilde verkopen, besloot ik het patroon uit te gaan schrijven. Ik heb mensen gevraagd of ze mij hun e-mailadres wilden sturen en in dat weekend zou ik dan het patroon gaan schrijven. Zo gezegd en zo gedaan. Ik heb alle patronen, de eerste 250, heb ik handmatig doorgestuurd en toen ging er een e-mailsysteem werken. En op dag 1 dat online was, werd het patroon 1000 keer gedownload. Ik wist echt niet wat me overkwam. En toen is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. En dit patroon is dus het begin geweest van Wendy's Home Collection. Sindsdien geef ik ieder jaar rond november, december weer een gratis patroon uit. En in deze serie ga ik je dus iedere week meenemen in zo'n gratis patroon. En natuurlijk kun jij dit gratis patroon nog steeds aanvragen. Nu, 5 jaar verder, is het patroon van Wendy's heerlijke omslagdoek inmiddels 50.000 keer gedownload. En het gaat nog steeds iedere dag door. Inmiddels zijn er meerdere ontwerpen meegemaakt. Zo heb ik er patroon van een vest meegemaakt in mijn eerste boek. De Spring Collection staat het patroon van een deken en van een kussen met hetzelfde patroon. De serie is dus inmiddels mooi compleet. Met Wendy's Home Collection is in de afgelopen 5 jaar ook heel veel gebeurd. Zo zijn er 3 haakboeken verschenen, een 4e is in de maak. Er is een online haakacademie, een FIPS membership, een grote Facebook community en ieder jaar dus dat gratis patroon. Vandaag beginnen we bij de eerste. En voor ik je ga laten zien hoe je dat patroon op een simpele manier kunt haken, heb je het patroon natuurlijk even nodig. Dus ik zou zeggen, zet deze video even op pauze, ga naar bovenstaande link en vraag daar het patroon aan. Laat even je gegevens achter en dan heb je het binnen 5 minuten in je mailbox. En dan kun jij met mij mee gaan haken hier. Dus ik wacht even op jou en dan zie ik je zo terug als je het patroon hebt gedownload. Ah ja, je bent er weer. Oké, dan kunnen we nu aan de slag gaan met het patroon. Pak het patroon erbij, neem even garen en een haaknaald bij de hand en dan gaan we samen even door het patroon heen van Wendy's heerlijke omslagdoek. Ik ga het je voordoen met een klein proefstukje en daarvoor heb ik een eerste toer gehaakt van 13 stokjes en die heb ik dus hakend opgezet. Als je nog niet weet hoe dat moet, dan zal ik hier even de link voor je neerzetten naar een andere video waar jij kunt leren om hakend op te zetten.
Nou, als je het patroon leest, dan zie je dat daar staat dat het aantal steken altijd 3 plus 1 is. En in het patroon staat 3 plus 3 keer lossen. Maar dit patroon is natuurlijk 5 jaar geleden al geschreven en toen hadden we nog niet het keerstokje. Dus de 3 keer lossen kun je dus ook vervangen voor een keerstokje. En zo zie je dus dat het 3 steken plus 1 is. En zo kun je je patroon dus zelf steeds aanpassen. Je kunt je sjaal zo kort en zo lang maken als je wilt. En je kunt op deze manier natuurlijk ook heel simpel een deken gaan maken. Nou, om het jou voor te gaan doen heb ik dus een toer van 13 gemaakt. En dat is dan gelijk al toer 1. En als je dan op het diagram kijkt, dan zie je dat toer 2 ook een toer van stokjes is. Dus die ga ik nu maken. Ik maak het keerstokje. En ben je nog niet bekend met het keerstokje, dan zal ik ook daar even de link voor plaatsen. Dan kun je die ook leren. En zo haken we toer 2 een hele toer van stokjes. En belangrijk bij dit haakwerk is dat je altijd weer even telt of je hetzelfde aantal steken over hebt. Want daar wil het wel eens mis op gaan en dan wordt je sjaal scheef aan de zijkant. Met het keerstokje en met het hakend opzetten ondervang je dat al voor een heel groot deel, maar je kunt het altijd maar beter zeker weten, vind ik. De laatste steek gaat hier op de laatste steek en dan tel ik even of ik er in dit geval weer 13 heb. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Dat klopt. Dan gaan we door naar toer 3. Draai het werk weer om. Ik maak een eerste keerstokje. En dan zie je op het diagram dat je nog een tweede stokje maakt in dezelfde steek. Vervolgens sla je 2 steken over en ga je in de derde steek hier 3 stokjes maken. Je slaat weer 2 steken over en in de derde maak je weer 3 stokjes. En weer herhalen. 2 steken overslaan en 3 stokjes in 1 steek. En als het aantal steken klopt, 3 plus 1, dan kom je hier dus precies uit met nog 2 overslaan en in de laatste steek, en dat is het keerstokje van de vorige toer, 2 stokjes. Nou, dan gaan nu de clustertjes van 3 steken gaan verspringen. Dus we draaien het werk weer om en we gaan door naar toer 4. Dan beginnen we met 1 keerstokje. En dan zie je op het diagram staan dat we hierin 3 stokjes gaan maken. En ik heb over dit patroon vaak de vraag gekregen, wat is nou juist? Doe je de 3 stokjes van toer 4 in de steek of doe je ze in het gat? Het is allebei juist, het is gewoon wat jij mooier vindt. En ik laat je daar straks nog even een voorbeeld van zien. Ik doe ze nu dus in de steek,
omdat het werk dan platter wordt. En dan gaan we weer naar de volgende. Steek daartussen, maak ik weer 3 stokjes. En aan het einde van de toer 1 stokje in de laatste. En dat is het keerstokje van de vorige toer. Dit herhaal je nu nog 1 keer volgens het diagram. En dan herhaal je dus toer 3. Ik zal hier de film even op snel zetten, want dit snap je vast al. En ik sluit de toer weer af met 2 stokjes. En dan ga ik nu verder met herhalen. Dus weer 2 toeren. Hele stokjes en weer 3 toeren met verspringende clusters. Dat is alles wat je moet doen. Met recht en keep it simple patroon dus. Ik ga je nog even wat voorbeelden laten zien wat je allemaal kunt variëren met dit patroon. Het origineel, zoals je het op de foto ziet, is gemaakt van Stylecraft Special DK in een andere kleur. Maar dat is dit garen, dat is acryl en dat haak je met haaknaald 4. Dat is het originele patroon zoals ik hem heb uitgebracht. Maar daar kun je natuurlijk heel leuk mee variëren. Want ik ga je nu even wat andere proefjes laten zien van precies hetzelfde patroon. Ik heb dus lapjes gemaakt van 22 steken. Dat is dus deelbaar door 3 plus 1. En dit is het garen Scheepjes Color Crafter. Dat is zo goed als gelijk aan Special DK van Stylecraft. Allebei premium acryl en dat haak je met haaknaald 4. En dit is het originele patroon zoals ik het heb uitgebracht. Daar is ook de maatvoering op gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt variëren met ander garen. En dan krijg je toch hele andere effecten en ook hele andere maten. Want kijk maar, bij dit zijn ook 22 steken. En die is gemaakt met haaknaald 3,5. Veel dunner draadje, zit een subtiel glittertje in. En het ziet er toch weer heel anders uit. Je ziet ook de maat zijn anders. Om hier dezelfde maat te behalen, moet je dus meer steken opzetten. Dus een vermenigvuldiging van 3. En je ziet, je krijgt weer een totaal ander effect. Terwijl het exact hetzelfde aantal steken en exact hetzelfde patroon is. Nou, daar kunnen we nog even mee verder gaan als je bijvoorbeeld een verloopgaren gaat gebruiken. Weer hetzelfde patroon, naald 4,5 heb ik hierbij gebruikt. En weer een totaal ander effect. Nog anders kunnen we het maken door het heel grof te maken. Dit is het tweedgaren van het vest wat ik onlangs heb uitgebracht. En die heb ik gehaakt met haaknaald 5. Nou, je ziet, dat pakt dus veel groter uit en geeft een veel grover effect. Maar dat kan dus voor sommige dingen natuurlijk ook heel leuk zijn, zo stoer. Zo zie je dus dat door alleen maar van garen en van naald te wisselen, je al totaal andere effecten bereikt met eenzelfde patroon. Ga daar dus lekker mee spelen en mee uitproberen. Het originele patroon heb ik afgewerkt met een schulbrandje, zoals je op de foto kunt zien. Ook daar is een video van. Link zal ik voor je hierboven zetten, zodat je ook dat kunt leren. Eigenlijk heb je dus nu een complete mini-cursus te pakken. Vergeet dus niet het patroon aan te vragen, mocht je dat net nog niet hebben gedaan. En
kijk deze video dan gewoon weer even terug. Want met alleen al de kennis van basishaken kun jij deze sjaal, omslagdoek, vest of deken met gemak haken. Ik hoop dat deze video weer nuttig voor je was en dat je er heel veel plezier aan zult beleven. Als je hier nu voor het eerst bent, van harte welkom. Abonneer je dan even op het kanaal en druk ook even het belletje in. Dan weet je zeker dat je nooit meer een video zult missen. En iedere vrijdag kun je hier een nieuwe video verwachten. En de volgende keer gaan we verder met het volgende gratis patroon. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Bedankt voor het kijken en heel veel haakplezier!